Dames en heren, welkom bij een belangrijke wedstrijd tussen Ajax en PSV. Laten we eerst de intro starten en dan gaan we beginnen aan deze video. Nou, daar zijn we dan aangekomen voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Laten we gaan beginnen. Voor Ajax een belangrijke wedstrijd, voor PSV hetzelfde. Beide teams doen niet mee in de top. En is het dus belangrijk dat beide teams kunnen gaan strijden voor de overwinning om weer terug aan te haken aan die top waar Feyenoord en Twente momenteel de Eredivisie seizoen leiden. En dan probeert Ajax direct de aanval op te zoeken met Berghuis. Oh, smerige overtreding voor PSV. En dat is direct geel voor Sangaré. Danilo, wat een geweldige goal van Danilo. En dan staat het zomaar 1-0 voor Ajax in de topper. En dat is al direct een enorme wending in deze wedstrijd. Ajax leidt tegen PSV en de arena ontploft. Want ja, dat zijn ze hier niet gewend. Ajax dat voorstaat. Ja, het is niet bezig met een geweldig seizoen. Maar wat een geweldige goal van Danilo. De spits die het moet doen omdat Brobbey er gewoon niks van kan dit jaar. Staat Danilo in de basis en hij ramt hem even binnen hoor. Een 1-0 voor Ajax en leidt dus tegen PSV. Het was de bedoeling om Berghuis in de diepte te sturen, maar dat lukte. Ah ja, lukte wel, maar. En dan staat het ook alweer 1-1! Wat ook een geweldig doelpunt is hoor, van PSV! Dat is volgens mij Madueke. Ja, Madueke die de 1-1 maakt, de nummer 10 van PSV. En zo staat het alweer gelijk. En is het de arena direct stil. En dat doet Madueke slim. Maar ja, het uitvak juicht natuurlijk. 1-1 dus voor PSV. En daar is PSV met Doan. En zo staat het 1-1 bij rust. Gaan wij toch wel even wat tactische wijzigingen doorvoeren. Want ik voel gewoon dat wij onze grip op de wedstrijd kwijtraken. En dat is niet goed. Daardoor gaan wij nu met een linksmidden en een Kam en een CM spelen. Dat betekent dat Alvarez buiten de selectie zal gaan vallen. En dat houdt in dat Klaas gaat spelen en Kudus. Alhoewel misschien Berghuis daar ook al kan spelen. Ja, we worden er niet heel blij van, maar we moeten het maar mee doen. Ja, we kunnen niet iedereen tevreden stemmen, jongens. Daar is PSV hoor. Daar is PSV. En daar was PSV. Nee, daar is nog steeds PSV. En een geweldige redding van André Onana. Oké, we doen er direct nog even een wijziging bij. Want ik merk gewoon dat onze spelers verdedigen mee. Dat is niet de bedoeling. Ze moeten voorin blijven staan. Aangezien we ze nodig hebben voor de aanval. PSV doet echt hun best. Kopt hem naast. Toch wel weer gevaar aan de kant van PSV. En Ajax speelt veel te passief. Maar daar is Ajax. En dan staat het 2-1 voor de Amsterdammers. Is PSV even de weg kwijt op Mohamed Kudus. En dan staat het zomaar 2-1. Anthony doet het zo slim.
Dan ziet Danilo. Danilo ziet Kudus. Randje buitenspel, maar dat maakt niet uit. En dan is de keeper van PSV kansloos. 2-1 voor Ajax. Gravenberg, je wilt te mooi doen. Kudus, wat doe je? Oh, geweldige redding weer van Onana. Hij blinkt echt uit. Het initiatief ligt nu al gewoon weer bij PSV. Te triest voor woorden. Hoe Ajax dit zomaar laat lopen. En dan krijgt PSV zomaar de kans op die 2-2. Het moet voor Ajax een bevrijding zijn dat ze eindelijk een, nou ja, dat ze een topper winnen. Maar ja, het is nog niet zover. Berghuis werd hier gewoon vastgehouden, naar mijn mening. PSV in de aanval, 88ste minuut van de wedstrijd. PSV moet. Ja, en dan kwam die nog bijna. En dan is het klaar. Ajax wint een topper. En dat doet het van PSV. En PSV gaat naar de grond, wetende dat ze in deze wedstrijd meer hadden moeten halen. En zo wint Ajax dus de eerste wedstrijd van de video. En ook gewoon volgens mij de eerste topper. We waren echt niet beter dan PSV. In de tweede helft werden we helemaal zoek gespeeld. Maar maakt het uit? Nee, natuurlijk niet. We hebben de wedstrijd gewonnen. Nu spelen we ook de eerste wedstrijd van de beker. Super Kudus zorgt voor de later winst. Nou, laten we direct even met jullie de stand doornemen van de Eredivisie. We staan nu vierde en hebben 8 punten achterstand op nummer 1 Feyenoord. Twente doet helaas niet meer mee in de titel, want die staan 4 punten achter. Alhoewel, alles kan nog natuurlijk. PSV heeft na de overwinning van na de nederlaag tegen Ajax het wel van zich af laten weten. Ajax is over PSV heen gedenderd. Wie staat er dan laatste? Dat staat Sportclub Cambuur met maar liefst maar 3 punten. En dus hebben we nog in 1 wedstrijd gewonnen. Alle 3 de punten kwamen uit een gelijkspel. Nou, laten we de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles erbij pakken. We gaan wel even wat wissels doorvoeren. Aangezien ik denk dat we tegen Go Ahead wat door moeten kunnen. Passen we gewoon ietsje de selectie aan. Maar niet al te veel wijzigingen, want anders komt dat niet goed. Nou, mooi. Kunnen we gaan beginnen. Welkom hier in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax PSV wist te verslaan. We gaan vandaag in de beker tegen Go Ahead Eagles. Kijk hoe Ajax A en B het doet. Go Ahead aan de bal. De Eagles doen echt hun best om, nou ja, Ajax te ontregelen. Beste bezoekers, denkt u er bij het verlaten van het stadion aan dat u de bordjes volgt en zich niet op... Darami laat zich zien, maar ja, kan schieten kan hij niet. Was een moeilijke hoek, dat wel. Misschien kan hij het nog laten zien. Go Ahead! Maar ja, hier schiet je niks mee op als Go Ahead Eagles zijn. Corner voor Ajax. Oh nee, niet. Wat je niet wil als Ajax zijnde, maar dat, ja, proberen we ook zo min mogelijk toe te laten. Alleen het is niet ontoelaatbaar. Oh, Ajax, wat een blunders achterin. Ja, dit is het hele seizoen al zo. 1-0 voor Go Ahead Eagles.
Het is ongelofelijk, maar het is waar. Ajax creëert vrij weinig in deze wedstrijd. En dan is het Grotter die er 1-0 van maakt. En dan mag Ajax direct gaan aanvallen. En even een keer goed voetballen. Darami. Danilo, Anthony. En dan schiet Anthony zo hard naast. Gravenberg, Darami, Danilo, Taylor, ja, Danilo, Darami, Gravenberg, Taylor, Darami, Danilo, en dat is buitenspel, ja. Ik denk dat Robby maar even in moet vallen. En Alvarez valt in. Nee, ik bedoel, Alvarez zat er al in, bedoel ik. Na zo'n topper kunnen we gewoon niet meer voetballen. Maschawi, Anthony, en daar is dan de 1-1. En zo kan Ajax toch nog terugkomen in de wedstrijd door Ryan Gravenberg, die er dan toch nog 1-1 van weet te maken en Amsterdam in extase zet. Want dat houdt dus in dat we momenteel door gaan kunnen gaan in de KNVB-beker, want dan is het een oranje beker als Ajax dit door weet te zetten natuurlijk. 1-1. En nu gewoon aanvallen. Doen waar we goed in zijn bij Ajax. En daar is Darami. Oh, dat is wel een hele rare actie van de keeper van Go Ahead Eagles. En zo gaan we een verlenging in. Ja, dit hebben we volledig op onszelf afgeroepen. Dit is gewoon echt weer een klote wedstrijd eerste klas. Dat is altijd zo. Als we een keer een goede wedstrijd tegen een topteam hebben gespeeld, dan is Gravenberg ook dood. Nou, die mag zich doodschamen. Want hoe de fuck kan jij overleden zijn? Klaassen, Robby, 2-1 voor Ajax, ongelooflijk. Nou, weer een goede aanval van Ajax op zijn Ajax. Klaassen, Robby, 2-1.
Daar is Go Ahead Eagles. En dan staat het zomaar 2-2. Wat is dit voor rare wedstrijd? Wat is dit voor gekke wedstrijd? En zo staat het 2-2. Wat maken we hier mee in Amsterdam, jongens? Knotsgekke bekerwedstrijd. En zo hebben wij hier een ruststand. Hier in Amsterdam. Een onterechte ruststand. Maar ja, we gaan zien hoe het uitpakt. Robbie. Anthony. Ik weet dat de Go Ahead Eagles verdediging heel traag is. Maar niet traag genoeg. Robbie. Klaassen. Kudus. Oh. Anthony is langs. Afgeven op Robbie. En dan zit hij erin ook. En zo staat Amsterdam weer in extase. En Onana is helemaal blij. En zo staat het weer 3-2. Wat een wedstrijd, dames en heren. Ongelooflijk. Wat maken we mee? En een hele saaie verlenging waar eigenlijk alleen maar doelpunt. Nou ja, zo saai is hij. Want een kans is een doelpunt. Go Ahead Eagles heeft zich kapot gestreden, maar Ajax bekert verder ten opzichte van Go Ahead Eagles. En zo bekert Ajax verder. Nou, dames en heren, dan hoop ik jullie hebben genoten van deze video. Vergeet niet op de duimpje omhoog te klikken en natuurlijk vast te abonneren voor meer. En natuurlijk graag later bij de volgende video. Later mensen!